Hallo allemaal, Mr. Shade hier en we spelen weer Scribble Nauts Unlimited. Ik weet dat ik gisteren niks heb geüpload en ik, excuses daarvoor. Ik ben gisteren naar mijn oma en opa geweest. En ik had gewoon een beetje druk. Ik heb wel iets proberen op te nemen gisteren, maar halverwege kwam ik er dus achter dat ik gewoon niet aan het opnemen was. Dus ja, dit level missen jullie helaas. Dit was verder niet echt iets speciaals. Dit was gewoon een gevangenis en ja, we moesten hier, zoals gewoon mensen helpen, je weet het wel. Maar ik zat zo eens te denken dat we eens maar eens gewoon verder gaan en naar dit level gaan. Naar de papiervlakte. En we teleporteren erheen. En daar zijn we. Hallo. Deze dude vliegt. Oh, dat is zo'n koorddanser dan, denk ik. En dit is een wit paard. Wat? Oké. Dit is toch aan het daar, maar ja. Oké, waarschijnlijk gaan we parachute springen, maar ik heb er zin in. En wat wil jij? Ik mis een partner voor de grote race. Wat voor race? Nou ja, het zal wel een autorace zijn, dus dan... hoe schrijf je een coureur? Ik heb geen idee. Schrijf je zo? Ja. Hey, wat de... Ik dacht een autorace, maar dat is dus een fucking ding. Ik kan geen luchtshow uitvoeren zonder iets om mee te vliegen, weet je wat? We geven jou... een jetpack. Bloep. Oh yeah. Nou, dat was ook makkelijk. En hallo, jonge dame. Dit ziet er nogal vers uit. Ik heb liever gepopte soort. Oh, popcorn. Oh, whoops. Popcorn. Alsjeblieft, één grote popcorn. Nee, dat wil je niet. Weet je, dan geven we dit even wat vuur. En dan hopelijk gaat het niet kapot. Yes! Awesome! Oké, popcorn overal. En, oh ja, deze mevrouw gaan we nu helpen. Even kijken. Help de leerling met haar opleiding. Oké, dat lijkt me niet moeilijk. Daar gaan we. En ineens is er een school met een circus erachter. Is normaal. Help de student haar presentaties te verbeteren om naar de universiteit te kunnen. Presentaties. Help me mijn presentaties te verbeteren zodat ik naar de universiteit wil toelaten. Ook prestaties. Ah, sorry jongens, ik ben soms een klein beetje dyslectisch, dus boek. Met boeken. Met boeken, gewoon leren. Alsjeblieft. Ja, dan moet je het wel leren. Oké, en nu? Alle kleren van de studenten zijn vies. Creëer iets om schoon te maken. Ja, een wasmachine. Machine. Zo, dat is niet moeilijk. Hoppa. En ineens is het weg. Oké, tijd om haar vaardigheden te testen. Creëer ze om de student een kans te geven. Kans te geven werkervaring op te doen. Oh, dat is heel leuk. Een kantoor. Loop. En ineens is het de schoolfootsie. Dat gaat snel allemaal. Morgen zijn de eindexamens. Help de student om te studeren. Nou, volgens mij hebben we een boek nodig. Weer. Hey, oh, ik ben zo goed. En ze heeft een diploma, mooi. Ze heeft er denk ik een papiertje vast. Maar wij hebben onze ster. En die hebben we nodig. Ja. Oké, totale starites 33. We hebben er al 33, jongens. We gaan lekker. Deze koe had iets nodig, dat had ik gezien. Ik doe het geweldig. Geef me een fooi. Geld, ja. I guess. Oh, dat werkt. Ik dacht eigenlijk dat ik hem iets van melk moest geven. Maar ja. Verder hierheen. Hallo. Ik ben klaar om te gaan skydiven, maar neem de lucht maar in. Oh, whoops. Oh, damn it. Ik ben er weer. Sorry. Ik had misgeklikt. Ik heb twee schermen en dan weet ik dat niet. Ik heb ook nog even vleugels nodig. Pew. En deze paard heeft nog iets. Laat mij er uniek uitzien, zodat ik iedereen naar mijn act komt kijken. Weet je wat we doen? We geven jou regenboogkleur. Oh, jezus. Rega. Yes. Hoppa. Oh, what the f... Huh? Dat was totaal niet raar. En dan zit hij vast in een beker. Wat de... Wow... Mindfuck. Hallo meneer de koordanser. Oh, whoops.
Ik heb iets nodig om in balans te blijven. Yin Yang. Lang was daar. Een peer. Serieus. Even inzoomen. Hoppa. Laat me denken. Een paal. Ja, die koorddansers hebben altijd zo'n ding in hun handen, toch? Oh, yep, dat werkt. Oh shit, ik ben zo goed. Level voltooid. We hebben het gehaald, jongens. En weet je wat ik had gezien? Dat er hier, oh, oeps, bij Lily een dingetje staat. Ofwel, we gaan heen. Hallo, mevrouw de steen. Hier heb je nog een ster. Oh, hallo, meneer de cowboy. Wow, what the fuck? Dat was raar. Ik geef er allemaal sterren, maar normaal wordt ze niet. Dat is jammer. Nou, we hebben weer een deel unlocked. Weet je, we stoppen het maar gewoon. Vond je dit nou leuk en wil je... Wow. Vind je dit nou leuk en wil je meer zien? Subscribe. Geef dit een like. En mijn naam is Mr. Dark. En ik zie je later. Peace.